Mijn naam is Gemmy Wout-Binnendijk en ik ben beeldmaker. Ik maak beelden van mensen waarin ik vooral op zoek ga naar het moment van verstilling. Wat ik probeer vast te leggen en daarmee ook een beetje de grens op zoek tussen de schilderkunst, een schilderij en een foto. Ik werk met Nikon omdat ik op het moment dat ik een camera ging aanschaffen, ik eigenlijk goed gelet heb op, is die gebruiksvriendelijk, kan ik er makkelijk mee overweg. En daardoor is mijn keuze op een Nikon camera gevallen. De 58mm lens is een hele fijne lens om mee te werken. Hij is lekker licht, waardoor je makkelijker kan bewegen. Hij heeft een hele snelle autofocus, waardoor je heel snel kan inspringen op situaties, op blikken, die voor mij gewoon heel belangrijk zijn. Daarnaast is hij weather sealed, wat vooral buiten erg fijn is. Hij heeft een hele mooie bokeh als je met een groter diafragma schiet. Ik werk met de Nikon D810 body. Omdat voor mij de resolutie heel belangrijk is. Ik vind het erg belangrijk om zoveel mogelijk informatie in mijn beeld te kunnen vastleggen. Zeker ook met mijn nabewerking is het erg fijn om heel veel scherpte, heel veel detail, heel veel mogelijkheden nog te hebben om te kunnen kroppen, om bepaalde dingen goed uit te laten komen.